Ben je er klaar voor? Hi guys! Lieve mensen, lieve Mert. We zijn hier op dezelfde plek als een maand geleden. Waar jij ons beloofde dat als de video 30.000 duimpjes zou halen, dat ik jou op mocht maken. En jullie hebben met z'n allen ervoor gezorgd dat we 30.000 duimpjes hebben gehaald. Ik had niet verwacht dat het zo... Ik dacht, ik zeg gewoon 30.000, want dan duurt het nog gewoon echt lang, weet je wel. Binnen, wat was het, 2 weken of zo? Binnen een week? Een week. Binnen een week had de video al 30.000 duimpjes. Oh man, ik heb er zo spijt van. Maar ja, ik heb het beloofd. Ik vind het echt niet leuk. Dus ja, het betekent dat ik vandaag Mert op ga maken. Ik heb hier een doosje vol met mooie make-up. Ik ga je heel erg mooi maken. Ja, ik vind het bijna zielig voor Nee, je. Doe me niet mooi maken dan. Ik ga wel je heel erg extravagant maken. Oh man. Ik heb altijd al tegen Teske gezegd, jij mag me niet opmaken, je mag me niet opmaken. Teske zei altijd, mag ik je opmaken? Of mensen vroegen het ook altijd in de comments. Sinds die My Boyfriend Does My Makeup tag is alles achteruit gegaan. Ja, kijk waar we zijn beland! Oké, we gaan beginnen met een basis waardoor je huid dikke lekker... dikke crème. Oh, lekker. Oh, yeah. Oh, hydratatie. Hydratie, wat is het nou? Hydratie? Oh, ik voel de zuurstof mijn huid binnengaan. Oxygen. 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 Oh, ik voel me weer 32, joh. Dus nu Mert's huid goed is gehydrateerd, kunnen we verder gaan met de volgende stap. Foundation. Ah, nee! Wacht. Stop. Waarom? Laten we nog schaarsteen en papier doen. Nee. Alsjeblieft. Nee, we gaan geen... Mag ik mijn joker maken? Nog inzetten? Nee. Kun je dit schrappen? Want dan ga je voor de rest niks schrappen. Ja, wacht, er komen natuurlijk wel erge dingen. Oh nee, het zit erop. Nu gaat het er niet meer af. Het is koud. This is gonna be awesome. Oké, ik zal het niet helemaal in je baard doen, oké? Maar het is nu al alsof ik een masker op heb of zo. Ja, ik hou ook helemaal niet van het gevoel van foundation. Zijn we klaar? Dit was het. Merk! Ja! Zelf beloofd. Ja, ik heb het beloofd. Ik ga geen concealer bij je aanbrengen, want je hebt zo'n flawless huidje, Merk. Flawless. Maar we gaan natuurlijk wel een poedertje doen, zodat alles goed blijft zitten. Maar poeder, dat kan. Met filmen doen we dat ook. Ja. Als je niet glimt en shit. Precies. Ik weet dat je dit verschrikkelijk gaat vinden, maar we gaan het wel doen. Wat is het? Eyelashes zeker? Nee, niet zo'n randje om mijn lippen, toch? Oh. Oh nee, 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 nee! Nu gebruik ik mijn joker. Nu gebruik ik mijn joker. Je mag voor de rest alles doen, maar ik zet nu mijn joker in. Mert heeft iets met zijn wenkbrauwen. Ik heb niks met mijn wenkbrauwen. Ik haat het gewoon als iemand eraan zit. Ja, maar dan ga je niet meer nee tegen. Nee, ik zeg niks meer tegen nee, maar dit is echt een no-go zone. Je hebt geluk dat je al hele mooie wenkbrauwen van jezelf hebt. Dankjewel. Voor de mensen die zich afvragen, ze zijn niet geëpileerd. Oh ja, dat vragen mensen zo vaak. All natural. All natural, no filter. Oké, nou, ik heb een heel veel lichtere huidskleur dan jij, dus ik moet even mijn allerdonkerste bronzer ever gebruiken. Doe maar alsof je een visje bent. Ik zie daar nog gewoon redelijk uit als mezelf, toch? Oh, yeah. Wow, what the hell? Je krijgt echt een beetje de Kardashian contour. Mm. Het heeft gewoon iets leuks dat ik jou, mijn ultra mannelijke vriendje, nu gewoon even wat minder mannelijk mag maken. Waarom zou je een minder mannelijk vriendje willen? Omdat ik het gewoon grappig vind. Frank, ik wil niet dat je elke dag make-up gaat dragen, tenminste. Als jij dat wil, mag best. Maar, fabulous, fabulous. Tijd voor de blush. Nee, ah, de blush! Die gebruik ik ook altijd bij jou. De blush. Blush. Kunnen we straks ook een tikkeltje L'Oreal Max Factor doen? Dat gebruik ik niet meer, want dat is op dieren getest. Ik ben niet mijn best aan het doen, sorry. Doe je best, alsjeblieft. Anders kan ik niet over straat. Je hebt geen goed gezicht voor blush. Hoezo? Ja, gewoon. Nee, ik wist dat je dat ging doen. Ik wist dat je voor zo'n gare kleur zou gaan. Doe dan op zijn minst donker. Oh yeah. Kijk, we hebben een bonsai boom, mensen. Zal ik een beetje in beeld zetten? Ja? Kijk, wat een bonsai boom. Toch hilarisch. Kijk gewoon naar beneden, oké? Okay? Niet nou. Ja, wat ik je zei, kijk naar beneden. Ja, met je ogen. Oh. Ik voel echt gewoon zo'n kwast tegen mijn oogbal. Ik denk dat ik spierpijn heb in mijn oogbal. Hoe dan? Dat weet ik niet. Waarvan? Ze hebben te veel gekeken. Wat? Gewoon echt zo. Nou! Ik vraag me af hoeveel gram aan make-up dit de gemiddelde vrouw op haar gezicht heeft. Moet je zo even wegen of je zwaarder bent geworden?
Hoeveel dingen moeten we nog? Een paar. Een paar? Oh yeah. Glitter, baby. Nee, nee. Dan ga ik niet je wenkbrauw doen, maar dan ga ik het wel als eyeliner gebruiken. Eyeliner? Eyeliner? Nee, omlaag kijken. Waarom kijk ik de hele tijd omhoog? Dat is ook best mooi. Ja, dankjewel. Oh man, dit is toch helemaal geen fijn gevoel. Nee, maar we doen het toch ook niet voor het fijne gevoel? Oh man, alsof je gewoon mijn ooglid opensnijdt. Mascara. Wat is dit? Mascara. Is dit zo'n trill ding? Ik was een keer in de winkel en toen had ik zo'n eyeliner gezien of een mascara en die trilde. Is echt? En die was echt 60 euro of zo. Nee, wacht. Oké, kijk. Kijk naar mij. En dan kijk je gewoon naar voren, oké? Je hoeft niet mij aan te kijken, maar je kijkt gewoon naar voren. Merk je? Oh, ja, ik kijk naar voren. Nee, ik vind het zo moeilijk kijken. Waar moet ik heen kijken? Naar jou? Nee, langs mij. Pas op trouwens dat ik geen spinnenpoten krijg. Ja. Doet je oog dicht. Kijk naar voren. Ja, doet je oog dicht. Ik vergeet het de hele tijd. Ik dacht even dat je helemaal rood was geworden van het lachen, maar het is dus je blush. Zo, kijk ik nu goed? Ja, ach, ik manoeuvreer er wel omheen. Naar voren, naar het keukenpapier. Je hoofd zit ervoor. Ik kan toch geen keukenpapier nu zien. Lipstick! Oh, mooi kleur. Maar wat als je dit per ongeluk eraf likt? Ik voel me net zo'n martelstoel of zo. Ik voel me, weet je hoe ik me voel? Alsof ik in Toy Story zit en dat ik zo'n pop ben en dat jij dat 7-jarige kind bent die zo dat... Kom maar Jekke! We spelen met hem! Make-up is er, hè? Dan ben je leuk, hè? Mert. Ja. Je make-up is klaar. Moet ik zo kijken? Mijn meesterwerk is klaar. Ben je klaar om het te zien met de spiegel? Ja. Oh. Zo erg is het toch niet? What the hell? Ik had echt veel crazier nog kunnen gaan. Dit is zo raar. Ik lijk net een vrouw. Ja, behalve dat je een baard hebt. Ja. Dit is zo crazy. Maar eerlijk is eerlijk. Als jij in zo'n, zeg maar, band à la Kiss of zo zou zitten, of iets in die richting, of, zou je echt wel staan. Het staat niet gek, hè? Ik ben niet heel vrouwelijk. Nee, zo. Ik vind het... Het is gewoon een beetje zo'n artistieke man. Zeg maar uit zo'n band. David Bowie beetje. Tijdens dat ik bezig was, dacht ik niet van... Dit is echt verschrikkelijk. Yo, ik ben zo fucking blij dat ik ondanks deze make-up nog... een soort van mannelijkheid heb kunnen bewaren. Dit ben ik niet. Ik vind het prachtig. Mag je die make-up daarna opeten of is dat niet de bedoeling? Terwijl Mert nog even in de spiegel blijft kijken. Wat vinden jullie ervan? Ja, ik ben ook wel benieuwd. Ik heb vandaag mijn mannelijke vriendje omgetoverd tot een iets minder mannelijk vriendje. Ik vind je denk toch leuker zonder. Ja, toch wel. Ah, gelukkig. Ik was even bang dat ik dit elke dag moest dragen. Ik heb mezelf nog nooit met make-up opgezien. Ik vind dit zo raar. Ik heb nog een andere video in gedachten, maar ik ben benieuwd of jullie dat leuk vinden om te zien. Namelijk dat Mert een nail art bij mij gaat maken. Nail art? Hoeveel duimpjes moeten ze daarvoor? Nail art, dat kan ik wel. Dat is gewoon... Heel moeilijk, want het is een heel klein oppervlak. 20.000 minimaal. 20.000 duimpjes, dan gaan we die nail art doen. Dan laat ik mijn ware kunst zien. En dan is Teske weer aan de beurt. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Ik vond het in ieder geval erg leuk om te doen. Vond ook erg leuk om te doen. Heel erg bedankt voor het kijken. En ja, als je nu... ik weet niet of je mee hartjes wilt doen. Dat maakt het wel extra vrouwelijk nu zo. Nee, dat ga ik niet doen. Bedankt voor het kijken. Abonneer op Teske's kanaal. Hartjes! Doei. My favorite. Eyelashes! En ik mag hem in één keer goed. Ik zou liegen als ik zou zeggen dat het precies hetzelfde is.